Goed. Ja, Giel, dan is dit het moment. Er zijn heel veel dingen vanavond gezegd, maar geen sorry. Weet je waar de grenzen liggen? Ben je nog steeds stekenblind voor fatsoensnormen? Mensen, het is tijd voor het gezandstraalde middelpunt van deze roast. De meest controversiële ochtend-DJ van Nederland. Controversieel omdat heel veel mensen toch twijfelen over Giel Beelen. Vind ik hem nou een enorme lul? Of is het een enorme lul? Hier is de DJ die meer vijanden heeft dan Veronica Luisteraars. Dames en heren, Giel Beelen! Laat ik om te beginnen eventjes Comedy Central bedanken voor deze avond. De factuur is onderweg. Ja. Factuur is onderweg. Maar natuurlijk vooral iedereen bedankt die hier zit. Gijs Taverman. Dat van al mijn radiocollega's jij hier staat, dat is natuurlijk een regelrechte belediging. En er is veel gezegd over dat jij op donkere vrouwen valt. En ik snap dat wel. Want jij bent zelf zo ontzettend kleurloos. Ja. Dennis, ouwe zuipschuit. Echt, je drinkt niet alleen in een moordend tempo. Je lacht net zo hard om je eigen grap. En je bent de enige ook. Je bent eigenlijk Soendos, maar dan met hangtieten. Dennis heeft heel veel tatoeages. Ik weet niet of mensen dat weten, maar er staat ook eentje op zijn rug. Ik ben Dennis, wil iemand mij naar huis brengen? PS, niet aanbellen, want dan wordt mijn vrouw weer boos. En dan Peter. Peter, wat was je weer echt genadeloos. Zo hard, zo zwart. De enige pannenkoek die zwarter was, dat was je pa na zijn crematie. Ja. Wat ik me altijd ook heb afgevraagd, hè. Als je als pannenkoek gesmeerd wordt, keer is je dan ook om, halverwege. Maar genoeg over je vader, je moeder. Peter, ik ken jou namelijk eigenlijk helemaal niet. Maar Kathleen, je moeder, daar heb ik heel lang mee gewerkt bij de VARA. Ik was eigenlijk de zoon die ze wel wilde. Harry, ik weet oprecht niet waarom jij hier zit. Ik heb de hele tijd gedacht, nou heeft er iemand een whiteboard nodig of zo? Goeie grap. Ik wist eigenlijk niet eens dat je gewoon tot je 30ste nog een waterhoofd kon krijgen. Nee, ik moet jou ook bedanken. Want ik vind Jennifer Hofman echt een onwijs lekker wijf. En dankzij jou weet ik dat ze op losers valt. Je hebt ooit eens een keer in een interview gezegd dat Jennifer het grootste gedeelte van je leven is. En dat vond ik heftig. En ook wel sneu. Want ja, het grootste gedeelte van je leven ligt nu met een andere gast te wippen. Wow. Ik zou echt helemaal gek worden. Echt waar. Ik zou niet met die gedachte kunnen leven. Ik zou me echt zo, ja, precies voor mijn kop slaan. 3 keer. Nou, ik zou het in elk geval niet doen. Want dat geluid van een platte Hansen op dat grote voorhoofd, dat ja, klinkt toch een beetje als, hoe zou ik het zeggen, als het ritme van een gladgeschoren balzak op, nou ja, het grootste gedeelte van je leven. En dan Soendos. De excuusallochtoon van de wereld draait door. Tenminste, ik neem aan dat je excuses nog gaat maken ervoor. De enige reden waarom jij hier vanavond zit is omdat Hakim niks van zich heeft laten horen. En ik weet ook wel, die vergelijking klopt niet helemaal. Hakim is geen Marokkaan en wel grappig. Maar goed, je bent voor mij een veilige keuze. Want je bent de enige Marokkaan die je kan beledigen, waarna de hele Marokkaanse gemeenschap zal zeggen, hè, eindelijk kunnen die zeggen wat wij denken. En dan Lange Frans. Ik moet zeggen, dat voelde echt weer even vertrouwd. Je teksten waren weer net als vroeger compleet inhoudsloos. Zelfs voor een tros muziekfeest heb jij te weinig street cred. Gast, die raps waren zo slecht, aan het eind dropte de mic jou. Maar je hebt wel echt iets bereikt in je carrière. Jij hebt er toch voor gezorgd dat in één klap iedereen al die mooie nummers van T. Lauwers vergeten. Echt. Zing een liedje voor me Frans, ook al is het in het Frans. Zeg eens eerlijk, hoe ziek was hij al toen je dat op de reet drukte? Oh. Je broer is speciaal voor mij hier naartoe gekomen, dat waardeer ik echt.
Ik bedoel, ik weet hoe lastig het is voor jou om zo'n gehandicaptenbusje te bestellen. Ja. Zeker met zijn spraakgebrek. Ja, we hebben wel eens een gesprek gehad over het leven. En toen zei jij dat je dacht dat je altijd jong zou sterven. En het lijkt me heel erg als dat gebeurt. Als jij echt doodgaat. Want dan moet ik tegen iedereen zeggen, je broer is dood. En dan worden ze even heel verdrietig. Ja, totdat ze erachter komen dat het om jou gaat. Kai, als ik naar jou kijk, joh, dan zie ik echt een jonge versie van mezelf. Net zo'n ongezonde crackjunk met een kutstem. Maar ja, dan zonder die puist en die gele tanden. Klootzak. En ik hoor je net dingen over mij zeggen en die maken mij gewoon trots. Dat opgeblazen jonge ego dat als een woedende puber tegen zijn vader staat te trappen. Hé, hey, dit is goed hoor, jongen. Maar als je morgen wakker wordt en je hebt je lekker afgetrokken op al die positieve tweets en die snaps en die Insta's, DM'tjes, Grindr berichten. Oké. Okay. Pak even een lekkere kop koffie en luister naar Stef Bos. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Ja, Sylvana. Ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen. Ik denk dat ik jou vanavond niet erger kan beledigen dan ik al eerder heb gedaan. Maar je moet iets beseffen. Ik ben geen racist. Ik ken donkere mensen. Nou ja, ik ken Gijs en die is heel vaak door donkere vriendinnen gedaan. Dus ja, ik mag alles zeggen. En ik heb jou natuurlijk vergeleken met een aap. En dat had ik nooit moeten doen. Ik zat fout. Jij bent eerder een kakkerlak. Ja, niet weg te krijgen. En ik begin wel een beetje te begrijpen waar je vandaan komt. Maar even eerlijk, jouw carrière is natuurlijk wel gewoon één grote mixed message. Je begon ooit als danseres in de IT. In een kooi. Je had een bijrol in de kinderserie Zoep in Afrika. En nu verwacht je misschien een vergelijking, maar ja, over die bananenschil ga ik echt niet uitglijden. Maar de vraag was of ik mijn lesje heb geleerd. Weet ik nu waar de grenzen liggen? En het antwoord is een volmondig ja. En daar bedank ik jullie voor. Ga ik er iets mee doen? Nee, natuurlijk niet. Jullie lopen allemaal te zeiken met wat mag ik wel, wat mag ik niet zeggen. En daar hoeven jullie helemaal niet mee bezig te zijn. Laat nou mij dat maar doen. Hè? Als dat mijn bek komt en het ontploft, dan weet je, oké, dit zit fout. Dus luister vanaf nu, elke ochtend, naar de Veronica Ochtendshow. Ja. Ja. Want de Ochtendshow Veronica is vanaf nu het ultieme morele kompas van politiek correct Nederland. Ik ben officieel te oud om te leren. Dus jullie kwamen allemaal te laat. Stelletje, nee. Die ga ik dus niet maken. Goed, hè? Dank jullie allemaal. Ik hou van jullie. Thanks.